Klaar? Klaar, klopt. 17 tegen 1. En Seth? Het gaat om de tweelingbroers, Bruno en François. Bruno is van plan om heel Nederland kapot te maken door terroristische aanslagen. En zijn tweelingbroer Bruno moet proberen om die aanslagen te voorkomen. En hij wordt een beetje een soort dubbelpersoon. Hij gaat in de personage Bruno gaat hij proberen om de aanslagen te verijdelen. En nu is deze auto wordt opgeblazen, geëxplodeerd. Dat kon alleen maar in Drenthe. Want hier is zo weinig, dan als je iets opblaast, dan wordt niet iemand anders opgeblazen. Dus dat is wel fijn aan Drenthe. Explosie gelukt, dacht ik zo. Ja, dit is wel heel erg vet. We hebben het wel een keertje eerder gaan, 3 jaar geleden, met Vet Hart. Maar deze is net iets meer, eigenlijk zoals we willen hebben, iets gestileerder. Want wat er gaat gebeuren, er zit namelijk een braadworst op die auto. En die zetten we in de computer erin en die komt in een hoog standpunt, dat is dat standpunt, komt die op de kamer af. Het is hilarisch. En wanneer komt de film uit? De film komt februari 2009 in de bioscoop, dus allemaal kijken.